Gio vond het superleuk om een weddenschap met mij aan te gaan. Het is december, jongens. Goedemorgen mensen, what is up? Welkom weer bij een nieuwe vlogserie die ik natuurlijk weer ga starten. Maar nieuw is het niet, want wij kennen het allemaal. Het is december, jazeker. Ik sta nu in de badkamer, want ik ga iets weer afhalen wat heel erg vies is. En dat is mijn baardje. Ik moest toch wel een moment hebben dat ik bijvoorbeeld dacht van oké, nou weet je wat, ik ga toch wel even een baardje of een snor laten staan. Ja, het is er niet echt zoveel van geworden. Dit stukje moest eigenlijk een beetje bijkomen, maar het kwam alleen maar hier. Dus ik moet ook gewoon gaan checken hoe ik dat kan fixen, dat het gewoon ook daar beneden komt in plaats van alleen hierboven. Maar ja, dat gaan we nu eraf halen. Daar gaan we. Holy shit, het ziet er fucking raar uit. Ik ga wel mijn snor laten staan eigenlijk. Denken jullie ook niet? Mijn snor en mijn sikje ofzo. Het is gewoon alleen die wangen, dat maakt mij gewoon gewoon vies, weet je wel. Oh, dit ziet eruit. Dit ziet er raar uit, what the fuck. Oh. Ik denk dat als ik nu alles weg doe, dat het er echt super raar eruit gaat zien. En dat wil ik echt niet. Nou, daar gaan de haartjes. Bye bye, zwaai zwaai. Maar ja jongens, dit is de eerste vlog in december 2020. Het is een heel raar jaar, want ja, corona en zo. Ik ga het zo leuk mogelijk proberen te maken, hoe ver het kan. Want ik heb best wel gezien in de comments, mensen ook op mijn Twitch livestreams. Volg me zeker op twitch.tv/livechat, let's go. Heb ik gezien van, oké, Shaquille, we willen alsnog een freaking Shaqcember. En ik zat de hele tijd na te denken van, oké, ja, maar wat de fuck kan ik doen als alles letterlijk dicht is en zo. Maar dat komt wel goed. Ik ga leuke dingen verzinnen. De eerste dag van Shaqcember is een feit. Als je denkt dat je het leuk gaat vinden, druk dan zeker op het blauwe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En ja, we gaan beginnen, man. We gaan beginnen. Wat ik nu ga doen is even lekker eten maken, want ik heb super veel honger. En ook nog eens dat ik met Carla ga sporten. Oh, en voor de mensen die het niet weten, Tommy is een beetje aan het logeren hier zo. Want Tommy, wat is mama aan het doen? Ja, dat weet ik. Ja, jij weet het niet, maar ik weet het wel. En dat gaan we binnenkort ook in de vlog zien, dus ja, het is best wel leuk. En het is ook leuk voor mij. Jazeker. En wat ook leuk voor mij is, is even een ander dingetje. Nou, we hebben een soort van iets, dat is een vriendengroep. Een vriendengroep. We hebben vroeger de squad gehad. We hebben vroeger gewoon lekker gechilled met z'n allen. En er was altijd een meme van, oh, yo, Shaq, die maakt nooit zijn Shaqcember af. En whatever. En hij doet nooit, snap je? En nooit meer uploaden en dat soort shit. Nou, dat doe ik dus er wel. Maar frequently, en ik ga ook later zeggen vandaag in de vlog waarom ik niet altijd kan YouTuben. Dus blijf even kijken daarvoor. Het andere ding is, Gio vond het super leuk om een weddenschap met mij aan te gaan. En dat is namelijk dat ik de hele maand moet gaan vloggen. En als ik het doe en ik win, dan krijg ik 1000 euro van hem. Ja, say less, weet je wel, say less. Dus dat is ook weer een beetje motivatie. En daar ben ik blij om. En dat gaan we zeker gewoon doen. Oh jawel. Zo, dat klonk heel erg als QC. Hey, wie lijkt die Robbelinial? Maar ja, ik ga even een broek aantrekken. Ik ga even een rondje lopen om het gebouw. Dat doe ik eigenlijk elke ochtend. Het is nu wel een beetje, ja, klote weer. Maar, oh ja, we moeten altijd nog even beweging hebben. En daarna ga ik even sporten met Carla. Want Carla is de laatste tijd weer heel veel aan het sporten. En in principe moet ik dat ook gaan doen. Want ik had ook een soort van abonnement genomen. En ik heb de laatste tijd niet meer zoveel gesport. Eigenlijk helemaal niet. Maar dat is niet erg, want we kunnen het weer oppakken. Dus we kunnen dat ook weer vandaag oppakken. En dat ga ik ook doen. En ik neem jullie mee. Nog een ander dingetje is, ik heb vandaag wel een meeting. En dat is een hele lange meeting van 4 uur. En zoals ik al zei, later in deze vlog ga ik vertellen wat ik allemaal doe qua werk. Dus ja, ik ga even lekker naar buiten. Kijk, deze is ook weer wakker. Nog niet, want ik heb mijn koffie nog niet gehad. Ja, ik wilde
keuken wel gaan laten zien, maar het is echt een bende. Dat is een goeie. We moeten nu gewoon opruimen, want je moet vloggen. Ja, true. Ja, dat is waar. Het huis ziet er echt altijd super spik en span uit. Maar letterlijk in de maand november hebben we letterlijk gewoon niks schoongemaakt. Enfin, ik heb één keer heb ik de woonkamer schoongemaakt. Maar elke keer zitten we te bestellen. Dan is het Mackie, want Mackie is nu te bestellen in Hilversum. Wat zeg je? Misschien hebben we gewoon een winterdipje. Ja, dat zou best nog wel kunnen eigenlijk. Nou oké, okay. Weet je wat? Kijk, het ziet er nu zo uit. Het is van gisteren. We hebben gisteren een rotti besteld. En zoute soep, maar ik vond de zoute soep niet echt zo lekker. Carla, zo te zien. Wel, of ja, maar ik heb er wel buikpijn van. Oh. Maar ja, ook weer een goed, hoe noem je dat? Voornemen? Nee, niet voornemen. Nou, ook weer een goed dingetje dat we dan eigenlijk alles gaan schoonmaken hier. Want het moet er natuurlijk netjes uitzien voor de vlog. Ja, nou, ik ga hem even klaarmaken en dan gaan Carla en ik lekker sporten. Zo, we hebben een sportoutfit aan. Het is tijd om te gaan. Let's go. We gaan naar de gym en we nemen de lift. We zijn in de sportschool, voor de mensen die het niet weten. Onze sportschool is letterlijk hier om de hoek. Het is echt super dichtbij. We trainen namelijk bij de Remy Bojanski Academie. En die is hier om de hoek. Dus ja, we gaan even lekker warm worden. Ik ben al buiten adem van die trap. Ik weet niet wat het is vandaag. Ik ben echt moe. Save, ik moet ook even uitpuffen. Maar ja, we hebben de mondkapjes, want als er meer mensen hier zijn, dan moeten we die wel op. Maar voor nu zijn we z'n tweeën. Dus nu gaan we even lekker warm lopen. Let's go. Ik ben kapot. En ik heb nog maar twee oefeningen gedaan. Car is nu aan het rekken en strekken. Wat ga je even na doen? Benen. Booty kweken. De booty? Booty. Heb je nog een tip voor mensen? Kijk maar filmpjes voor workouts. Oh ja, ja. Een lekkere promo, ja, ja, ja. Op Instagram. De Instagram staat beneden in de beschrijving, by the way. Sad. Nee, een tip. Kijk, als jij nu een workout hebt gedaan en je hebt één oefening gedaan en je hebt geen zin meer, stop er gewoon mee. De meeste mensen zeggen, ga door, push jezelf. Maar met sporten is het gewoon belangrijk dat je motivatie hebt en opbouwt. Als je het vandaag niet voelt, dan probeer het morgen weer of de dag erna. Ik ga weer lekker naar huis. Nou, dat was het trainen, schat. Wat gaan we nu doen? Eten en snel klaarmaken en dan werken. Yeah, yeah. 8 uur lang of zo, 9 uur? Ja, 9 uur lang. Mm. We moeten heel veel werken. Er moet straks ook een meeting in. Het is een hele lange meeting. Maar ik denk wel dat het leuk gaat worden. Daarom vind ik het extra goed dat je gewoon eerder je bed uit ging om even tijd voor jezelf te nemen om te sporten. Ja, dat was ook goed. Ik voel me ook gewoon beter. Dat is ook wel lekker. En net in de vlog zei Sjaak dat hij eigenlijk zou stoppen naar huis zou gaan, maar hij is doorgegaan. Ja, ik heb nog even een paar dingetjes gedaan. En Carla liet me allemaal dingen zien en zo. En ja, nu eerst even lekker eten, want ik heb echt super veel honger. Tada, helemaal freshen up. Yeah. Ik ga nu de meeting in en als het kan en als het mag, dan ga ik ook even een paar dingetjes laten zien. Zo zie je me weer. Het is buiten. Helemaal pikdonker. Ja. Yeah. Dat betekent, ik heb 5 uur in een meeting gezeten. Het was een opleiding meeting. Ik moest andere mensen opleiden omdat ze bij het bedrijf kwamen. En nu ben ik echt gebroken en ik moet nog een beetje doorwerken. Want het is gewoon een beetje druk. Ik wil juist een beetje naar voren werken zodat ik gewoon Sjaak Semmer een beetje kan doen. En editen, thumbnails maken en ook nog mijn eigen werk erbij. Dus ja. Nu ben ik best wel moe. En ik heb eigenlijk best wel zin in een biertje. En die ga ik straks ook lekker nemen. Wat we niet meer kunnen doen, want het is 7:30. Heel sick. Anyway, straks komt iemand langs. Ik ken hem persoonlijk niet. Carla kent hem dan weer wel. Leon Vervoort. Ik ken hem een beetje half door Samuel Verissimo. Die kennen jullie allemaal vast wel. Dat hebben we vast wel een keer gezien in mijn vlogs. Hij komt even langs. Hij gaat lekker een video opnemen samen met Carla. Die gaan jullie straks allemaal zien. Super gezellig. We gaan lekker wijnen. En gewoon een beetje chillen. Ja, wat helemaal ja. Er mogen maar 3 mensen in het huis zijn. Want ja, corona hè. Toch Carla? Corrie. Nee, dat ga ik niet blijven zingen. Dus echt geen joke. Wat hè? Niks. Corrie, corona. Nee, dat kan niet. Nee? Nee, dat kan echt niet zijn. Waarom niet? Omdat het geen grap is. Je moet serieus niet, het is heftig. Oh, ja, je hebt gelijk. Ja.
Zo, mensen, dat was de vlog voor vandaag. Vond je het leuk? Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren, want deze volle 30 dagen ga ik dus vloggen voor Sjaak Sember. Ik wil eigenlijk weten van jou, wat zou jij willen krijgen voor kerst? Misschien kom ik het brengen. Als het een auto is, ja, sorry, mijn broekzak is niet zo groot voor een auto. Maar hey, wie weet kom ik een keertje jouw kant op en misschien breng ik jou een kerstcadeautje. Who knows? Anyways, ik wil jou bedanken voor het kijken. Er is elke dag een nieuwe video om 7 uur, dus ga zeker checken de volgende dag. En er is nog maar één ding wat ik kan zeggen en dat is tot de volgende, tot morgen om 7 uur. Hey, hoi hoi!